Welkom bij de nieuwe sporthal Zaandam Zuid. Een van de eerste projecten die de komende jaren wordt opgeleverd in de nieuwe infrastructuur van sportaccommodaties in Zaandam. U ziet dat er nog de laatste hand wordt gelegd aan de details van de sporthal. Een sporthal waar we 4 jaar geleden mee begonnen zijn met de plannen te maken. 4 jaar geleden hadden we in Zaandam een aantal accommodaties die sterk verouderd waren en vervangen moesten worden. En dit is de eerste sporthal die opgeleverd gaat worden in een reeks van een aantal accommodaties die de komende jaren gaat volgen. Gaat u met me mee, dan gaan we binnen een kijkje nemen hoe de nieuwe sporthal er van binnen ook uitziet. Het bijzondere van deze hal is de kwaliteit. Niet alleen de buitenkant, maar ook de binnenkant is op en top afgewerkt. Zoals u ziet er wordt er heel veel glas gebruikt, ook in de hal zelf. Niet alleen in de kantine, maar ook in de hal, zoals ik net al zei. Zodat overdag, als de kinderen gymmen, ook het daglicht de hal bereikt. En je dus niet in een afgesloten hal zit, waar je dus geen gevoel met dag of nacht te maken hebt. Het andere bijzondere is de multifunctionaliteit. U ziet nu gymmen er kinderen, die gaan straks gymmen. Maar de toestellen, de attributen, die zijn geïntegreerd in de hal. Dat maakt ook het hele proces wel heel erg bijzonder, is dat de afgelopen jaren samen met de gymdocenten, samen met de gebruikers van de sporthal, de hele hal en de inrichting tot stand is gekomen. Dat betekent dat vanaf de eerste dag ze betrokken zijn geweest en bij het ontwerp ook al nagedacht is over de toestellen, over hoe willen de gymdocenten overdag gebruik maken van deze sporthal. De gebruikers van deze nieuwe hal zijn overdag de kinderen van de Fam en Pascal Zuid. 2 middelbare scholen in de wijk Poelenburg. Zoals je ziet zijn nu de kinderen van Pascal Zuid aan het gymmen. En s'avonds zal er volop gesport gaan worden door een diversiteit aan sporten. Gevolleybald, gebasketbald, zaalvoetbal, badminton, korfbal. Elke breedte sport kan hier beoefend worden. Met een publiek van maximaal 300 mensen. Geen topsporthal, maar die gaan we binnenkort realiseren in het midden van Zaandam. 4 jaar geleden hebben wij nieuwe ambities in de sport geformuleerd. Dat betekent dat we besloten hebben dat we gaan investeren in een goede kwalitatieve infrastructuur van sportaccommodaties. Deze nieuwe sporthal in Zaandam Zuid is daar de eerste sporthal van, met de naam Zaandam Zuid.